zijn hier in Barcelona bij Gartner. We hebben net een Nederlandse analistensessie gehad, Paddy, die ik heb mogen modereren. Wat was nou de kern van jouw betoog? Ja, Danny, de kern van mijn betoog is... De wereld is aan het veranderen. We krijgen veel meer te maken met data. Het interpreteren van data, dat doen we eigenlijk al 200 jaar bij Rijkswaterstaat. Hè? Maar de middelen die we nu hebben zorgen ervoor dat we echt kunnen voorspellen, dieper kunnen analyseren. En dat is de grote changer in het werk van Rijkswaterstaat. Nou, hoe wij bij Randstad proberen de digitale transformatie gestalte te geven. Door het creëren van een digital factory, een corporate start-up. Waarmee we proberen schaal te halen uit onze digitale initiatieven. En een globale datastrategie tot leven te brengen binnen een bedrijf dat historisch vrij lokaal georganiseerd is. Kern van mijn verhaal is van waar plaats je digital in de organisatie om succesvol te zijn? Wij hebben het gedaan in de business, maar waar we tegenaan lopen is hoe kunnen we van proof of concept naar operations komen. En dat valt nog best wel zwaar binnen Shell. Ik ben begonnen met over te brengen dat wij allemaal ontzettend trots zijn op Defensie. En dat is belangrijk, want het zijn ook allemaal mensen die belastinggeld betalen. Maar ik wil ook dat ze graag vertrouwen hebben in wat we aan het doen zijn. Dat is de eerste waar we mee begonnen zijn. Een lichte wervingscampagne is daarmee opgestart. En uiteindelijk is denk ik de kern van mijn betoog, de kern is dat het bij ons gaat om mensenwerk. Dat is overal en dat wij erg bezig zijn om die mensen goed te helpen om IT te maken. Dus dat heet die cultuur, ik al een beetje hekel aan het woord cultuur, maar de cultuur en hoe krijgen we de energie in de organisatie na 20 jaar bezuinigen is echt wel is voor ons al een aandachtspunt. Hoe belangrijk is het voor jou en vanuit je rol om hier deze week te zijn bij Gartner, Paddy? Ja, altijd goed denk ik. Hè. Sowieso met collega's praten waar je ja, toch de rest van het jaar niet zoveel tijd voor hebt. Dat is één. En twee, ik haal hier altijd toch wel belangrijke dingen op. Dat ik denk van ja, daar heb ik net even niet aan gedacht. Neem ik mee, gebruik ik ook lekker intern met mijn collega's bij Rijkswaterstaat om het nog beter te doen dan we doen. Interessant, zeker omdat om te zien waar de industrie naartoe gaat en altijd weer een paar tips te krijgen van waar je aan moet denken en wat speelt. Het is denk ik voor alle CIO's of alle senior IT mensen best wel interessant of goed om te zien dat andere bedrijven met hetzelfde probleem struggelen als wij. En om daar wat schaal uit te halen om toch beter te denken aan alle consequenties van wat je doet eigenlijk. Dus ik ben daar vooral praten met andere mensen. Is heel belangrijk, vind ik. Voor mij is het behoorlijk essentieel. En dat is omdat ik graag wil horen wat doen anderen en vergelijken met wat wij doen. En leren wat ik eigenlijk nog niet wist. Ja, dat is superbelangrijk. Defensie wil heel graag samenwerken met de markt op alle fronten die we maar kunnen gebruiken. Uh-huh. Dus dat is hier fantastisch, hè, want iedereen loopt dus een beetje rond. Ja. Het tweede is wel ook net zo belangrijk is dat we met een team hier zijn om de strategie voor de komende jaren verder uit te werken. Daar hebben we ook allerlei mensen bij in de buurt die ons daarbij helpen. En dat is uiteindelijk ook mooi. En het derde is teambuilding. We zijn met 6 man. Dus gewoon ook prima om met z'n 6 over IT te praten en Defensie verder te helpen.